Maar ja, weet je, elke euro die erbij komt is meegenomen. Dus mochten mensen nog willen doneren, dan moeten ze dat ook zeker doen. Breda nu. Je weet het meteen. We zijn hier al heel vroeg in het Valkenberg, want er wordt vandaag gesport voor Sarah. Ik ben heel toevallig mijn sportkleding vergeten. Dus ik denk dat ik gewoon maar direct ga doneren op www.voorsara.nl. Ja, we gaan sporten voor Sarah. En Sarah is een meisje bij wie al op 11-jarig, dus 11 maanden was, al geconstateerd is dat ze NDC 1A heeft. Dat is een zeldzame spierziekte. En de ouders van Sarah die hebben zich ingezet om onderzoek mogelijk te maken. Ze hebben in totaal 500.000 euro nodig om sowieso onderzoek mogelijk te maken. Ze hebben nog 100.000 euro nodig. Voor hun eigen dochter? Onder andere. Maar ze gaan door de oorzaak, zeg maar, door de spierziekte die ze geconstateerd hebben bij hun eigen dochter, willen ze onderzoek mogelijk maken naar zoveel andere verschillende spierziektes die eigenlijk weinig bekendheid hebben. En waarom speciaal dan voor deze, dit goede doel voor Sarah? Ja, nou, ik doe elk jaar doe ik iets voor het goede doel. En juist omdat er zo weinig bekendheid is voor NDC 1A, dacht ik, ja, dat vind ik een goed doel. En ze hebben echt geld nodig om überhaupt onderzoek mogelijk te maken. En hoe ga jij het geld bij elkaar harken, zeg maar? Harken, ja. Nou, we hebben in ieder geval vandaag een aantal sporters bereid gevonden om mee te sporten voor Sarah's. We gaan een workout doen van 1,5 uur. Er zijn een aantal jumpers die gaan het park rondjumpen. We hebben een hardloper die wil zoveel mogelijk rondjes gaan rennen in het park. 1 rondje is 2,5 kilometer. Dus op die manier gaan we aan de slag. En met een beetje goed nieuws. Wat komt er dan voor Sarah in de grote pot terecht? Nou, als het goed is, komt er 300 euro bij elkaar. Ja. Ik had eerlijk gezegd gehoopt op meer. Maar ja, weet je, elke euro die erbij komt is meegenomen. Dus mochten mensen nog willen doneren, dan moeten ze dat ook zeker doen. Want dat... Ja, maar dan kan je goed, joh. Ja, eerst in de file. Breda nu. Je weet het meteen.